Goedendag, Frank hier. Vandaag kreeg ik een vraag via mijn Instagram dat ik dacht van het is te moeilijk om uit te leggen in een story, dus we maken er een video over en dat is Frank, ik wil graag de onderkant van mijn borst meer ontwikkelen, wat moet ik daadwerkelijk doen? Nou, als we Jesse zijn borst even als voorbeeld gaan gebruiken en je gaat kijken van oké, hoe kan ik de borst gaan ontwikkelen en met name de onderkant, want je kunt hem niet alleen ontwikkelen, dat gaat niet gebeuren, maar je kunt wel de nadruk veranderen. Dus als ik mijn hand even neem, dan kan je als het ware zien hoe de spiervezels als het ware gaan. Je hebt hier zo'n borstbeen, nou laten we waar zijn rit zit. En dan gaan de spieren gaan zo zuivels op zijn naar zijn bovenarm waar ze uiteindelijk aanhechten. Dus het middenste gedeelte gaat als het ware letterlijk zo. En dan het bovendeel van de borst gaat vanaf hier, gaat die schuin naar beneden. En dan het onderste deel van de borst gaat eigenlijk van zijn tepel zo omhoog richting de bovenkant van zijn arm. Als we dat dus deze punten bij elkaar willen brengen, begin je dus hoog en dan ga je in het bocht, ga je zo naar beneden en dan komen ze bij elkaar. De meest makkelijke manier om dat na te doen is met een cablefly optie. Zij pakt gewoon een kabel vast, gaat in de hoek staan, dat als die dus hoog is, dat zijn armen in die positie staan. En dan is het eigenlijk deze twee punten van mijn vingers naar elkaar toe brengen. Dus hij duwt hem gewoon naar elkaar, hij duwt hem in elkaar. Als die hier is, stopt hij, maakt hij een vuist. En nu duwt hij nog eens even zijn schouderbal naar beneden en dan voelt hij daar heel veel spanning. Dat is de meest makkelijke manier om daar de spanning op te leggen. Door gewoon deze twee punten naar elkaar te brengen. En dan recht omlaag te duwen en dan duw je als het ware die spieren in elkaar. En dan krijg je de hardste contractie. Dat is uiteindelijk hoe een spier ontwikkelt. Nog een spier maximaal optrekken en dan weer samen te trekken. Dat is uiteindelijk hoe die werkt. Dus dit is de eerste variant. Deze kan je tot een bepaalde weerstand doen. Dan wordt op een gegeven moment blijven staan. Dat wordt heel moeilijk. Dan gaan we misschien een variatie 2 doen. Dan gaan we deze kant op. En dat is een dip variatie. Oké, als hij nu omhoog springt. En hij laat zijn voeten gewoon verder naar achteren, legt zijn kin op zijn borst, heeft hij een beetje contragewicht. Nu kan hij precies komen staan als zijn borst in één lijn naar beneden staat. Dus hij leunt iets naar voren en nu komt hij in de perfecte positie waar die borstspier weer maximaal op rek komt. En dan duwt hij omhoog. Dit is nu nog lichaamsgewicht, maar hij zou een riem kunnen toevoegen en dan zou hij heel veel weerstand kunnen toevoegen, waardoor hij nog veel effectiever wordt. En deze oefening kan je behoorlijk progressief overlopen toepassen, zodat je echt prestatieverbetering krijgt. Er zijn genoeg jongens die ik ken die 50, 60, 70 kilo kunnen dippen en daardoor een behoorlijk onderborst kunnen ontwikkelen. Dus dit zouden de twee variaties zijn die ik zeg van oké, daar wil je dan mee starten. Dus als je je borst getraind hebt en met deze oefening gaan beginnen. Als je zegt ik wil echt een nadruk op de onderkant van mijn borst leggen. Nou, vond je deze video waardevol? Laat even een duimpje achter. Heb je hierover nog vragen? Laat hieronder een reactie achter en dan spreek je snel weer. Tot dan.